auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Paarden zijn onderweg en direct een velduel om de leiding. Maar dat wordt wel heel makkelijk gewonnen door de korte baankampioen Dutch Buitenzorg. Dutch Buitenzorg, daarachter op de tweede plaats ligt Eline Jansen met Hey Gerrit de Lange. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Derde plaats is voor Immortality, die terug is naar een lange blessure. En de vierde plaats voor de favoriet Jewel Star. Heeft toch een mooi plekje weten te vinden. Fury Di Muccio ligt nog aan de buitenkant. Aan de binnenkant daarnaast ligt Hendrik Schermer. En de laatste plaats is voor Call Him George. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En er komt een aanval op de leider, want die leider wordt niet met rust gelaten. Dutch Buitenzorg wordt nu aangepakt en gepasseerd door Jewel Star. Jewel Star, Jaap van Rijn had het al gezegd, als ze 20 gaan rijden ben ik er zo voorbij. Maar het was geen 20, het was 16-2, de eerste 500 meter. Hij ligt nu wel aan kop. Jewel Star gaat als eerste de volgende bocht in. Daarachter op de tweede plaats Dutch Buitenzorg. Daar komt een aanval aan de buitenzijde. En dan wordt ook de koploper weer niet met rust gelaten. Het veld lang gerekt op dit moment. En de deelnemer die aan de buitenkant naar voren schuift en er nu ook schuin naast komt en er eigenlijk ook wel voorbij komt, is Fury Di Muccio. Fury Di Muccio wil de leiding wel hebben. En daar is Jaap van Rijn helemaal niet rouwig om. Want die wil eigenlijk helemaal niet van kop af. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. En Fury Di Muccio de nieuwe leider. Fury Di Muccio, daarachter op de tweede plaats Jewel Star. Rest van het veld daarachter. Immortality nu aan de buitenkant onderweg naar voren. Kooiman met de stok erop. En de tweede tussentijd is 17-7. Eerste kilometer, het gaat 16-9. En we gaan de laatste kilometer nu in. Fury Di Muccio die leidt op weg naar de runnersbocht. Daarachter Jewel Star. Dan volgt Immortality. En aan de buitenkant daarnaast ligt Dutch Buitenzorg. Daarachter Hey Gerrit de Lange. Daarnaast in de tweede spoor Hendrik Schermer. En laatst is Call Him George. En zo zijn de paarden de rechterbocht alweer door. En gaan ze de rechte lijn overzijde in. En nog altijd leidt Fury Di Muccio. Fury Di Muccio van kop af. Hebben we niet zo heel vaak gezien. Maar ook dat kan niet. Daarachter op de tweede plaats ligt de favoriet Jewel Star. Die moet de tanden even op elkaar zetten. Want die koploper gaat toch wel erg hard. Ben benieuwd naar die tussentijd. Daar is hij al, 15-4. De snelste tussentijd tot nu toe. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Fury Di Muccio. Tweede plaats voor Jewel Star. Dan Dutch Buitenzorg. En daarachter gaat u naar het tweede spoor Hendrik Schermer. Hendrik Schermer heeft aanvallende ambities. Maar vooraan hebben ze dat ook. En het tempo gaat omhoog. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht in de Tjarda-Oranjewoudprijs. En ze zijn op weg naar de laatste rechte lijn. Dan gaat Jewel Star naar het tweede spoor. Jewel Star gaat nu de aanval openen. En wat Fury Di Muccio de laatste keer deed, dat gaat Jewel Star nu proberen. Van achteraf naar voren komen. En hij komt naast de leider. Jewel Star aan de relingszijde Fury Di Muccio. Ze liggen precies naast elkaar. Tesselaar en Van Rijn. Maar Tesselaar heeft nog steeds een voordeeltje. Op weg naar de streep is het toch op de streep. Van Rijn met een neusje. Van Rijn en dan Tesselaar. Derde plaats, Hendrik Schermer. 15-2, de laatste 500 meter.